Het is maandag 11 juni en dit is de Granenflits. We hebben een relatief rustige week op de Matief achter de rug met slotkoersen van 182 tot 183 euro per ton. En hoe anders kan het dan op de CBOT in Chicago verlopen, waar er $8 per ton bij kwam in een week, met een top van $193,55. Vrijdag iets lager door de voorspelde regen, want die kan onder andere in Rusland en de Oekraïne gaan vallen. Dat is goed nieuws voor de voorjaarsgranen. Die zitten inmiddels zo'n beetje allemaal in de grond. In Oekraïne een gelijkblijvend areaal, Rusland iets minder, iets meer alternatieven. We zien het marketingseizoen. Het nieuwe seizoen, nieuwe oogst, begint 1 juli. En die brengt naar verwachting veel eindvoorraden van vorige oogst met zich mee, wat nog wel eens de kleinere nieuwe oogst kan gaan temperen. En ja, komt die tarweoogst nu onder of boven de 70 miljoen ton uit? Daar is de tarwemarkt nu druk mee. De oogst is gestart, maar er is eigenlijk nog heel weinig van te zeggen. Europa maakt zich daar niet zo druk om. Waar de markt zich op het moment wel druk om maakt, is wat Trump doet op de G7-top. En maandagochtend zijn de beurzen in ieder geval niet heel erg onder de indruk.